Dames en heren, welkom op de 8e bij de nieuwe talkshow. Geef hem een waanzinnig applaus. Hier is hij, onze rotsende branding. Uw host, Rob Funk. Praten we altijd allemaal zo, ook als we vlak bij elkaar zitten. Want dan weet je waar het over gaat. De vorige keer was ik aan mijn neus geopereerd, dit keer aan mijn knie. Een meniscus, afgelopen week, daarom strompelde ik een beetje hier naartoe. Ik ben volledig in de revisie, maar het eindresultaat zal prachtig zijn. Zowel het Maxima als het Catharina is daarmee bezig. Een uitgebreid team van deskundigen. Hebben we inmiddels... Ja, Theo, fantastisch. Hij doet het. We hebben een winnaar in Eindhoven. Ik hoef niet zo te schreeuwen. Oh nee, want hij doet het nu. Ja, en ik ben hier in Amsterdam. Nee, Eindhoven, daar praten we allemaal zo. We hebben een winnaar in Eindhoven. En die ga ik gelijk uitnodigen. Namelijk, gisteravond... uitverkozen tot grootste Kinderen voor Kinderen hit van de afgelopen 30 jaar... en langer bestaan ze niet, volgens mij... op een onbewoond eiland van Herman Pieter de Boer. Herman. Met kijk eens, Herman, kom er in het midden. Kom hier even. Met je gouden platen... Oei. Je eerste... Ja, want meestal de gouden platen gaan altijd naar de zangers. Ja. En dit keer hebben ze besloten om de zangers en de makers. Ja, ja, dus dat is dan Benny Ploeg en Dagmar Brussen. Dat zijn de zangers, ja, zangeres. Dagmar Brussen is wel interessant. Die was toen heel jong, een meisje, 12 jaar zoiets. En die heeft nu al vier... Wanneer was toen? Vier kinderen, 1981. Godverdorie. En Tony Eijk heeft de muziek gemaakt. Ja. Jij de tekst... Nou, we zijn heel trots op Eindhoven. Dit is ook weer een Eindhovense prestatie. Oh ja, absoluut. Ja, ik woon hier. Ik stel voor, de tekst staat op de achterkant van jullie programmaflyer. We hebben een Eindhoven zangeresje uitgenodigd om het te begeleiden met onze band en het hele spamkoor hier op een onbewoond eiland. Vanzelf groot. Op een onbewoond eiland zijn alle dagen vrij. Op een onbewoond eiland, daar zou ik willen zijn. Prachtig. Misschien moeten jullie ooit iets samen gaan doen, Herman. Lenny Koer en jij. Maar dat is een ander verhaal. Dankjewel en gefeliciteerd. Zo, we zitten gelijk in de kunst en cultuur. En mijn eerste gast. Wat is hij eigenlijk? Hij is onder andere hoofdredacteur of chef kunstredactie van het Eindhovens Dagblad. Maar ja, wat is dat eigenlijk?
Kortom, vragen, vragen, vragen. Laten we het gewoon met hem bespreken. Rob Schoone. Welkom. Dankjewel. Rob, mag ik Rob zeggen? Je mag Rob zeggen. Dan mag je ook Rob zeggen. Fijn. Maakt het wat eenvoudiger. Als je water wil, dan mag je het zelf inschenken. Dankjewel. En voor mij ook een glaasje als je wil. Ja, ja, ja. Water? Water, ja, we hebben niks anders. Of spam, maar dat drinkt niet lekker. Ik krijg water. Je bent ook mijn sidekick vandaag. Vroeger deden we er heel geheimzinnig over, maar tegenwoordig vertellen we dat gewoon van tevoren. Dus dat betekent dat je de hele voorstelling aan tafel zit en meepraat, inbreekt. Ja? Helemaal goed. Door mij wordt teruggezet. Afijn, dat gaat alle kanten op. Wat is nou precies jouw titel bij het Eindhovenstad? Ik ben zeker geen hoofdredacteur, even voor de goede orde. Ik ben simpelweg coördinator, chef van de kunst- en cultuurredactie bij het EED. Chef? Ja, chef. Ja. Dus er is geen hoofdredacteur kunst? Nee, is er niet. Er is, er is één hoofdredactie bij het EED. Oké. Even voor de definitie. Dat ding is te laag trouwens. Maar goed. Wat zeg je? Dat ding is te laag. Dat ding is te laag. Je kunt hem ook in je hand nemen. Dat is gelijk, je bent natuurlijk gewend met de pen, hè? Maar dat is voor je microfoontechniek dan. Ik schrijf niet met een pen. Even voor de duidelijkheid. Jouw korte definitie van kunst. Kunst? Ja, je bent kunst en cultuur, hè? Tjonge, het is zondagmiddag 12:30, joh. Als je ik heb me voorbereid. Kort. Gewoon even om te kijken waar het ED... Ik gooi gewoon een knuppel in het hondenrok. Kunst bestaat niet. Oké. Okay. Cultuur? Bestaat even min. Oké. Okay. En dan ten derde. Ja. Wat is de missie van de kunstredactie van het Eindhovens Dagblad? Om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met datgene wat dus niet bestaat. Kunst en cultuur. Oké. Nee, dan is dat duidelijk. Ik wil het graag met je hebben over... De Dutch Design Week. Dat is eigenlijk de belangrijkste aanleiding, naast een heleboel andere. Maar we kunnen er natuurlijk niet omheen. Donderdag schreef jij een stuk in het Eindhovens Dagblad. Leuk stuk, was ik zelf. Een leuk stuk. Benoem cultuurpaus die kunst op de kaart zet. Kun je heel kort even zeggen wat de essentie van dit stuk is? Ja, dat zal ik proberen. Dat is niet makkelijk trouwens. Wat vandaag de dag in Nederland gebeurt, dat is dat als we moeten worden geoordeeld over kunst en cultuur, dat er een club mensen wordt benoemd, vaak ter zake kundigen. Die krijgen allerlei subsidieaanvragen bijvoorbeeld op hun bordje en die wegen dat af en die geven daar een oordeel over. Dat advies ja, het gaat met name over subsidies. Met name, ja. Dat advies wordt dan gestuurd naar hetzij de minister, hetzij de Tweede Kamer, hetzij de gemeenteraad of de BMW. Of de provincie, idem. En die nemen dan, in 9 van de 10 gevallen nemen die dat advies over. Altijd is dat een soort van consensusmodel, altijd een compromis. Want de een uit Rotterdam die in die adviescommissie zit, die zegt A. En de ander die uit Amsterdam komt en die in die commissie zit, zegt B. Nou, dan wordt het vaak een soort van consensusmodel. Daar is helemaal niks mis mee. Maar ik denk dat wanneer dat... goed wil doen en wanneer de kunst en cultuur een echte duw wil geven, dat het heel goed is om dat aan één persoon over te laten. Een kunstpaus. Een intendant. Of een cultuurpaus. Een intendant noem ik dat, ja. Ja. En liefst voor een wat langere periode dan te doen gebruikelijk, dus voor een periode van 1 of 6. Stel 1 figuur aan, een man of vrouw die dat op zijn bordje krijgt, die krijgt die zak met geld van de overheid. Ja. En die kan ermee los. Want het mag misschien binnenkort ook niet meer. Hè? De rechter in Amsterdam heeft bepaald dat eigenlijk deze structuur te veel belangenverstrengeling inhoudt. Correct, want Nederland is een heel klein landje zoals we allemaal weten. Op het moment dat je inderdaad die leden van de adviescommissie benoemt. Die hebben altijd lijntjes met welke subsidieaanvragen dan ook. Ja. Dus dat wordt een beetje ingewikkeld om dat heel correct te doen. Dat gaat eigenlijk niet in Nederland. Nee, en de aanleiding was er een subsidieaanvraag van een toneelgroep. Waar dan een van de beoordelaars zich keurig heeft teruggetrokken toen dat besproken werd. Want die had ook een eigen aanvraag. Daar is hij niet bij geweest, maar wel bij die andere. En, ja, het is, je zult vandaag ook merken dat zelfs hier in Spam... allerlei belangen door elkaar lopen, maar dat laat ik aan jou om te ontdekken. Goed. Is dit nu een open sollicitatie? Absoluut niet. Want als je gevraagd wordt als cultuurpauze in Eindhoven, dan zeg je... Dan zeg je hardgrondig nee.
Want als je het goed wil doen, dan ben je toch zeker 80 of 90 uur per week bezig. Ja, maar je krijgt er vet voor betaald, hè? En ik heb daarnaast ook nog een zorgtaak voor mijn twee kinderen. Die vind ik veel belangrijker dan zelfs kunst en cultuur. Oké, okay, maar zolang hij er niet is, ben jij het dus. Ik doe mijn als, best. Ik doe mijn best. Ja, dan ben jij, want bij deze ja, benoem okay. ik je, hè, benoemen wij van Spemje tot de interim cultuurpaus van Eindhoven. Je kunt schrijven wat je wil enzovoort. Ja. Heel goed, dat weten we dan. Maar voor de komende anderhalf uur, ja, is goed. Nee, komende, in ieder geval tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dan zouden we Jan Post moeten vragen om daar plaats te nemen. Dat wordt echt een leuke discussie. Ja, ja, want Jan Post, die, oh god, het wordt zo ingewikkeld. Wij hebben ook een subsidieaanvraag gedaan. En, zie je wel, heb je die lijntjes al. Ja, want als we geen subsidie krijgen, dan bestaan we in januari niet meer. Nee. En Jan Post is voorzitter van die commissie. Hij weet al lang of we het krijgen of niet. Ja. Dus ja, mensen, spreek hem aan. Tackle hem. Wij houden ons bescheiden op de achtergrond. Jan zwijgt stil, zo hoort dat ook. Natuurlijk, hij hoort dat te doen. Terwijl het toch wel een prater is, eigenlijk. Ja, maar in andere verbanden, denk ik. Oké. Okay. De Dutch Design Week. Daar hebben jullie heel veel aandacht aan besteed. Nou, niet te veel hoor. Dat had er veel meer kunnen zijn. Ja? Ja. Had dat wat jou betreft gemogen? Had gemogen, want dan kreeg ik ruzie met mijn echte hoofdredacteur. Die vindt de ruimte die we nu hadden wel voldoende. Nou ja, er was... En op zich klopt dat ook, denk ik. Ja, want er was veel aandacht van tevoren al. Ja. En tijdens. Ja. Ja. En nu zitten we na. Ja. Ja, zit je hier. Ja. Waarom zoveel aandacht? Omdat het een ongelooflijk belangrijk ding is in de regio Eindhoven. En dan vind ik ook dat je als krant daar op een hele goede manier aandacht aan moet schenken. Ja. Dus daarom bevormt die bijlage van de pagina 7 en gedurende de week elke dag 2 pagina's. Is dat de eerste keer dat jullie er zoveel aandacht aan besteden? Nee, dat is al de vierde keer. Ja, hè? Dat is elk jaar. Ja. En dat blijft ook zo? Op 25 november, dus over een paar weken, dan wordt bepaald of Helsinki of Eindhoven World Design Capital. Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat wanneer we het inderdaad gaan worden, dat ik dan moet overwegen om geen chef meer te zijn van de cultuurredactie, maar om alle aandacht te richten op design. Dus geen kunst meer, geen cultuur? Dat moet ik dan aan anderen overlaten. Oké, okay. En dan word jij de design... De hoofdredacteur weet nog van niks. Hoe groot acht je de, allemaal open sollicitaties. Nee, dat is een sollicitatie, dus gewoon zelf bepalen wat je denkt dat belangrijk is. Heel goed. Hoe groot acht je de kans dat... Eindhoven het woord. Zal ik de directeur van de Dutch Design Week napraten? Meer dan 50%. Ja, ja. Het zou te gek zijn. Wil je ook weten waarom of niet? Ja, ik test mijn sidekick altijd op zijn scherpte. Nou, okay. Bij deze. Het is wel belachelijk vroeg trouwens, maar goed. Wat was de vraag? Nee, ik zit even na te denken. Kom op. Ja, dat weet ik nog. Rustig. Het is nog vroeg. Als je Helsinki vergelijkt met Eindhoven, dan hangt het helemaal af van wat er in de hoofden van de juryleden speelt. Als je kiest voor een wat meer getrouwe, meer terugblikken op de historie. Als je kijkt wat voor instituten daar in Helsinki zijn. Ja, dan kun je niet om Helsinki heen. Als je kiest voor de wat meer actuele, de toekomstgerichte, de mengeling van technologie en design richting. En de wat rafelijke kant van design, dan kies je voor Eindhoven. Ja, ja. Dus het is meer... Helsinki is wat behoudender, begrijp wat ik. Wat braver. Ja. Wat braver en Eindhoven is het swingende design center van de world eigenlijk. Oké. Okay. Laat het hopen, ja. Ja, we hopen het echt. Want het zou natuurlijk te gek zijn. En dan hebben we eindelijk weer een kampioen. Want of PSV dat blijft, dat is ook niet zeker. Wat vond je van de Dutch Design Week dit jaar? Niet over PSV praten tegen mij, sorry. Oh nee, je bent van de kunst en cultuur. Nee, goed. Nee, ik heb wat Rotterdamse roots, dus vandaar. Nou, dan hebben we het over Feyenoord. Moet ik nou weg? Ja. Nee. Ik heb Amsterdamse roots. Fijn. Wat vond je van de Dutch Design Week dit jaar? Ik vond het een hele goede week. De voorgaande weken vond ik ook heel aardig. Ik vond die eerste dag trouwens, dat is 8 jaar geleden, vond ik ook fantastisch. Het bestond uit 4 uur, dat was dan de dag van het ontwerp. 4 uur was dat toen. Het is in no time is dat gegroeid tot wat het nu is. Ik vond het een hele goede week, omdat zo langzamerhand wel duidelijk is wat voor kracht er in zo'n week kan zitten. En wat Hans Robertus met zijn team dit jaar heel goed voor elkaar heeft geboxt, dat is dat er een soort verdeling is van wat waar plaatsvindt. Op Strijp is zo langzamerhand geworden tot een soort van beursachtige plek.
waar mensen dankzij de vormgeving ICSI, ook uit Eindhoven, gewoon prima vormgegeven hallen hebben gemaakt. Dus dan kun je wat rustiger rondlopen dan voorgaande jaren. Er is een plek bijgekomen met designhuis, stadhuis en plein. Dat vind ik ook wel hartstikke goed. En daarnaast, en dat is misschien nogmaals die kracht wel van Eindhoven, gebeurt op ongelooflijk veel plekken nog meer. Op hele kleine plekjes gebeuren hele spannende dingen. Nou, dat alles samen, dat maakt de Dutch Design Week toen een heel goed evenement. Even ja, heel want, goed evenement. Want er zijn allerlei verschuivingen geweest. We hadden Hans Roberts vorige keer hier aan tafel. Ja. We hebben het ook gehad bijvoorbeeld over de uitreiking van de awards, die opeens hier in het muziekcentrum plaatsvindt. Hij vond dat eigenlijk niks, want hij zei het hoort op Strijd Best thuis. Wat is jouw opvatting daarover? Ik vond het goed gedaan. Dat was ook een hele vlotte show, moet ik zeggen. Maar of je kiest voor een show of je kiest voor een wat meer rafelig ding, ja, dan moet je naar Strijd Best toe. Ja, oké. Okay. Waarvan akte. Wat waren voor jou de highlights? Noem je top drie. Ja. We leven in een cultuur en een tijd van top drie. Wat ik heel goed vond, dat was dat er steeds meer aandacht komt voor het autonome design. Dat zag je heel sterk op de Design Academy. Dat zag je ook heel goed op de... Even voor onze luisteraars, wat dat betekent, het autonome design. Anders dan toegepast design, dit is toegepast design. Ja, ja. Autonoom design is wat eigenlijk een functie in zichzelf heeft. En daarom heel sterk leunt bijna tegen de autonoom beeldende kunst. Ik denk dat we nog wat daarvan aan tafel krijgen straks. Dus dan, nou, dan toont dat zichzelf. Dat is fijn. Dat vond ik dus heel fijn om te zien. Dat mensen zich niet helemaal, alleen maar richten op de praktische dingen. Wat ook gedaan wordt. Maar dat zag je dan meer op Strijd Best. Ja, dat vond ik echt fantastisch. En ik vond het ook heel leuk om op de Kleine Berg bij United Sea een hele verrassende presentatie te zien. Ik heb met ongelooflijk veel plezier gemidget golf. Nou, dat alles samen. Ja. Ja. We hebben de midget golfmannen hier, dus daar gaan we het samen met hun over hebben straks. Mm-hmm. Je bent mijn sidekick, dus dat betekent je blijft hier. En dat geeft ons de gelegenheid tussendoor ook nog wat dingen omtrent jou en het Eindhoven Dagblad te bespreken. Maar we gaan inmiddels verder. En een van jouw taken als sidekick is om... de muzikale gasten aan te kondigen. Zo, en normaal gesproken hebben we dan hier staan welk nummer ze zingt. Maar dat staat hier niet. Nee, dat staat hier ook niet. Nee. Maar dat kan ze zelf wel vertellen. Maar het is fijn als jij er wil aankondigen. Caitlin en Fingerpain met het eerste liedje. Dankjewel. En dat is Angel from Montgomery. Mother, my old man is another child has grown old. If dreams were lightning, thunder desire, this old house would have burned down a long time ago. Baby, an angel. Oh, no rodeo. Just give me what they love that I can hold on to believe this living is just a hard way to go. Just a free rambling man. That was such a long time, and no matter how I tried, this old dream's in its flow by like a broken down dam. Made me an angel, fly from Montgomery. Made me a poster of an old rodeo.
a hard way to go. Caitlin, ze komt nog terug. Twee keer zelfs. We hebben wat technische problemen met de beamer. En dat is heel vervelend. Er is een monteur onderweg, zal ik maar zeggen. Dat betekent dat we het programma een beetje om gaan gooien. Omdat er zijn een aantal essentiële zaken. Wat zit je somber te... Gaat dat niet lukken? Oh, dat gaat lukken. Het is maar een technisch probleem. Rob... je gaf straks een beetje aan als hoofd van de chef cultuur van de afdeling van het Eendels Dagblad van de dingen die niet bestaan. Is het zo dat jouw hart sterk bij design ligt en wat minder bijvoorbeeld bij andere niet bestaande vormen van kunst en cultuur? Ik heb zelf een opleiding gehad als beeldende kunstenaar in Tilburg. Ja. Dat zegt wel iets, denk ik. Heb je iets met muziek bijvoorbeeld? Ja. Ik heb al iets met muziek, ja? Ja? Ja, dit bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik prima muziek, uitstekend gedaan ook. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het programma omgooien, dat betekent dat... Krijgen we Caitlin of Fingerpain, of niet? Wat? We krijgen weer Caitlin of Fingerpain, of niet? Nee, niet? Nee. Ah. We gaan Ralph Rousseau aan tafel vragen. Oké. Okay. Ralph Rousseau. Ralph, ga zitten. Hier? Ja, maakt niet uit, jongen, waar je het gezellig vindt. Voor de mensen die jou niet kennen, Ralph Rousseau is gambist. Zo is het maar net. Zo is het maar net. Ralph Rousseau komt uit Brabant. Eersel, zo is het ook maar net. En lang in Eindhoven gewoond. En in Eindhoven gewoond en gestudeerd. En ook gestudeerd. En afgestudeerd. En gepromoveerd. Op. Mijn proefschrift heette Molecular Processes in Expanding Hydrogen Plasmas. Need I say more? Het gaat over hete gassen, geloof ik. Hè? Precies, ja, van die. Plasma. Enfin, daar gaan we het niet over hebben, maar het geeft wel even aan dat je een veelzijdig mens bent. Nee, het gaat werken. Ja, er gebeurt van alles, maar dat trekken we. Er gaat iets werken.
Want je bent hier omdat je tegelijk ongeveer met je natuurkundestudie ook muziek hebt gestudeerd. Het conservatorium hebt gedaan. Wat studeerde je daar? Ik zat net met jullie fantastische bassisten praten. En die zei, heb ik jou niet eens ooit zien bassen? En dat kan hem heel goed kloppen, want samen met mijn maat John Thomas, die erachter zit, speelden wij in Eindhoven in hele heftige free jazz bands met basgitaar. Dat was het band Har Har. Wow. Genoemd naar een uitspraak van de zanger van ZZ Top. Voor iemand die dat niet weet. En dat, dat was hele heftige muziek waarmee we Wilhelmina de boel gigantisch op zijn kop zetten. En een hele mooie recensie in het ED kregen, overigens. Voor jouw tijd, denk ik. Ik was van je bedrof. Ja, het is... En daarna kwam ik bij een basgitaarleraar die ook een contrabas had staan. En dat duurde vervolgens 2 lessen voordat ik zelf ook contrabas speelde. En daar weer aan de gang ging. En dat heb ik uiteindelijk ook gestudeerd. Maar ja, toen... En toen ben je als bassist in het Concertgebouworkest gekomen. Precies. Heb je een aantal jaar... En toen kwam de gamba. Ja, toen hoorde ik de gamba in de Matthäus Passion. Zoals de meeste mensen de gamba voor de eerste keer horen. Wie is er was naar Matthäus Passion geweest hier? Iemand? Ja. Kun je even laten horen hoe dat klinkt? Sowieso. Nou, een klein stukje. Dit stuk duurt 3,5 uur. Nee, ik bedoel een stukje uit jouw solootje. Okay. Solo. We hebben 10 minuten. Een gamba moet heel vaak gestemd worden. Dat zal 4 minuten, 5 minuten duren. Zomaar? Prima. Ja, nee. Het, we zijn gelijk weer daar. We hebben nu ook een impressie van... hoe de gamba kan klinken. Hè? Dat is een van de manieren waarop hij kan klinken. Even terug. Waarom de gamba? Wat is de gamba... hij heeft dat met design. Wat heb jij dat die gamba jou meenam? Nou, dat was dit stuk dus. Hè? Dat was het eerste stuk wat ik ooit op een gamba hoorde. En dat was hem dus meteen. Maar als ik wil laten horen wat het ding doet... dan moet ik even van dit ding weg en moet ik even daar terug. Is dat goed? Ja, kom ik wel eentje je kant op. Het is toch veel gezelliger met zo'n ding tussen je benen, hè? Je zou mij niet willen klagen. Dit is stemmen. Toch? Dit is het stuk waarmee elk gamba-concert begint, ja, zeker. Dat heet stemmen. Dat komt omdat hier geen ijzeren, maar darmensnaren op liggen. Dus echt de schapendarmen. Voor de mensen van het dierenfront, die schapen waren al dood. Ja, maar wel dood. Dood, ja. Gemaakt. dat wordt nooit gezegd bij die. Dat staat niet op het doosje van de snaren. Dus dat... Maar die ontstemmen dus heel snel. Dus inderdaad, ik heb hem, zoals sommigen gezien hebben, vlak voor het programma nog gestemd. En nu is het alweer vals. En dat gaat zo de hele dag door. Even, want we hebben kort tijd, de essentie van de gamba. Wat is, het is een oud instrument. Is het, kun je zeggen, het is de gitaar van de middeleeuwen? Het is inderdaad een soort gitaar. Ik ga dit even vastzetten. Het gaat even helemaal mis hier. We hebben een technische probleem. We hebben een klein technisch probleem. Maar de monteur is onderweg. Ja, je kunt er vrij makkelijk als een gitaar kun je er akkoorden op spelen. En dat is... eigenlijk ook waar het ding vandaan komt. Het is gewoon een gitaar, maar het nadeel van een gitaar is dat wanneer je een toon aanslaat, dat die snel weg is. En als je het op een gamba doet... dan kun je in één keer lange tonen maken, je kunt hele grote akkoorden strijken, je kunt een crescendo maken, je kunt het zachter laten worden, je kunt het harder laten worden. In één keer kun je van alles met zo'n toon doen, wat je niet op een gitaar kunt. En waarin onderscheidt hij zich van dit cello, waar hij op lijkt? Hij onderscheidt zich daarin in alles, behalve het formaat. Oké, dat is dan ook duidelijk. Want hij is ook, als je kijkt naar de strijkstok hier, heb je de strijkstok, dames en heren. Die hou je op een gamba niet vast. Bij het hout, zoals bij de viool, maar je houdt de haren
vast. En dat betekent dat je de spanning van de haren kunt aanpassen tijdens het spelen. En dat is volstrekt uniek, dus je kunt een... Als ik de snaren niet aanspan, krijg ik dit geluid. Nee, want ik heb zijn er niet erop. En als ik ze wel aanspan... Mooi. Kom nog even aan tafel, want dan... We hebben een impressie. Oh, wacht even, heel even. Je kunt hem ook... Oh, je hebt je al laten horen tokkelen, het gitaar. Ja, nee, we hebben andere functies gehad. Nou, je bent dus in feite een klassiek muzikant. Ja. Eigenlijk zie ik me ook niet zo echt, moet ik zeggen. Je hebt dit jaar de Edison gehad. Edison ja. Klassiek Publieksprijs voor je cd, hoort hij die? Chanson d'amour. Ja. En dat is eigenlijk de aanleiding, want momenteel doe je een hele bijzondere tour met Lenny Coeur. Dat is een combinatie waarvan heel veel mensen verbaasd staan. Want dat een is klassiek en het andere is populair. Dus dan denkt iedereen, daar kan nooit iets worden. Die reacties hoor je wel eens. Maar kun je kort zeggen, wat heeft jou aan Lenny Coeur gebonden? Ja, dat was gewoon de eerste ontmoeting. Ik bedoel, de platenmaatschappij had het idee, op die plaat stonden een paar liedjes van Frida Bocara. En zoals jullie misschien weten, won Frida Bocara in 1969 het Songfestival met Lenny Coeur. Dus Frida Bocara is overleden in 1996. Dus ik dacht meteen van, hey, dat zou fantastisch zijn als Lenny daar nog bij kon zijn. En die wilde dat meteen doen. Onder één voorwaarde, dat ze wel mocht zingen. Dus toen hebben we samen dat liedje Sans Mille Chansons gezongen. Met het Matangi Quartet. Met het Matangi Quartet en Hein van der Gijn op de bas. En dat was ontzettend leuk. En toen we daar aan het repeteren waren, toen bij jullie, toen kwam via de achterdeur, zoals dat gaat. Nee, maar dat weet ik. Maar dat weet wat? Daar was je bij, ja. Ik ben een keer naar een concert geweest, toen heb ik dat gehoord. Maar wat was het bij jou dat je dacht, ik wil iets meer met Lenny Coeur dan alleen haar cd-presentatie? Ja, dat was toch dat moment waar ik net aangekomen was, hoor. Want dan zitten we dus in de kamer en dan is Lenny gitaar spelen en het zingen. En dan ben ik aan het spelen en vervolgens gebeurt er iets... Wat ook niet bestaat, want dan krijg je het weer. Dan komen we daar weer uit. Rob, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Want kunst gaat over dat wat niet bestaat. En dus dat geldt ook voor muziek. Als er dus iets gebeurt en je kunt niet meer... Er gebeurt iets waarvan je niet meer weet wat er gebeurt. Dan zit je goed. Op het moment dat je precies weet wat er gebeurt, no way. Ja, ja, sommige mensen noemen wat er dan gebeurt, er is een vorm van chemie. Ja, bijvoorbeeld, ja, precies. Maar ook dat is dan geen heldere chemie, want je kunt het niet verwoorden. Dat blijft zo. Ook als je verliefd wordt op iemand, dan kun je toch niet zeggen van... Ja, wacht eens even, ik heb een lijstje gemaakt, voor's en tegens. En dat van voor was net iets langer, dus ik ben verliefd. Ja, maar als je naar een datingbureau gaat, dan vragen ze je... Maar daarom werkt dat soort dingen ook nooit. Is ook zo. En jullie toeren nou, samen met Frans de Berg? Ja, we hebben een hele, hele leuke tournee zijn we het maken. Waarbij we liedjes van Lenny zelf arrangeren met piano erbij en die gamba. En daar dus allerlei onorthodoxe, maar toch wel hele leuke combinaties mee maken. Er zitten een paar stukken solo voor de gamba in, een paar stukken solo voor de piano. Ook oude, middeleeuwse stukken? Lenny zingt wat oude muziek, zingt moderne muziek. Dus we zingen ook John Dowland, we doen Tobias Hume, we doen een stukje Marais, we doen een stukje Schubert. Het gaat van echt over eeuwen heen. Van hot naar her. Precies. Als zei het keer mag je hele domme vragen stellen altijd, hè? Okay. Ja. Ik wil weten wat dat lintje is wat aan de hals van je viola hangt. Kijk, dat zijn de vragen. Daar zijn duidelijk antwoorden op. Dat is een verwijzing naar de tijd van Lodewijk XIV, toen dit instrument zo populair was. Want toen hingen ze die instrumenten aan de muren en er zat dan vaak een strik aan waarmee ze aan de muur gehongen werden. Aan de muur gehongen? Aan de muur gehongen. Ja, ja, ja. Zo zeggen ze dat het eersel of je komt niet uit eersel. Ja, precies. Ja, precies. Oké. Jullie gaat zoiets samen met Lenny doen uit dat programma. Ja. Eén dingetje nog, want ja, ik zou uren met je kunnen praten. Maar misschien vinden we daar nog een keer de tijd voor. Er is net een kerstcd uit. Ja, ik had al eens een keer een kerstcd gemaakt. Met liedjes voor de gamba bewerkt, kerstliedjes bewerkt. En het idee was om die opnieuw uit te brengen. En daar vragen of Lenny daar ook wat op wilde meedoen. Dus nu hebben we deze cd gemaakt, On Christmas Night, met
de Viola de Gamba en Lenny Coeur op vier liedjes, waaronder bijvoorbeeld prachtige Il est né le divin enfant. Het is dat het nog een beetje vroeg is, anders hadden we het vandaag gewoon gedaan. Maar, jullie gaan een ander lied doen. Ja, uit het programma. Ja. Dit verkoop je na afloop. You bet. Daar. Wat gaan jullie zingen? Ik ga eerst het technische probleem oplossen en dan gaan we Hoe ik je mis gaan we zingen en spelen. Oké. Is inmiddels, Ralf gaat met zijn gamba die kant op. Zijn de technische problemen opgelost qua beamer? Kijk eens, hij doet het. Hebben we iets gemist tot nu toe qua beamer? Nee, helemaal goed. We gaan luisteren naar Lenny Coeur en Ralf Rousseau uit hun programma Troubadours van alle tijden. Of ze nog in de buurt zijn, weet ik niet, maar dat kun je op de flyer zien. Het nummer heet Hoe ik je mis. Het is een nummer van Lenny Coeur. Als ik aan je denk, hoor ik dit liedje. De avondwind heeft het gebracht. Het fluistert zacht van mijn herinneringen. En van het leven dat nog op me wacht. Die voel ik een verlangen, ik weet niet wat dat is. Met jou kon ik het bijna vangen. Oh, wat ik nu voel is hoe ik het mis. Nu ik aan je denk, zie ik je zwaaien. Een laatste blik, een laatste lief. Ik neem het mee in mijn herinneringen. En in het leven dat je achterliet. Lief, voel ik een verlangen. Ik weet niet wat dat is, maar met jou kon ik het bijna vangen. Oh, wat ik nu voel is hoe ik het mis. Dank jullie wel. Rob, is dit kunst? Natuurlijk is het kunst. En toch bestaat het niet. Mooi. Zo is het maar net. Heerlijk. Time for design. We hebben een aantal awardwinners vandaag.
En we beginnen gewoon met de eerste. Dat doen we vaak. Dat is La Bolleur, Timon van der Heijden en Stijn van Vught. Heren. Wat zitten, trek er een stoel bij. We kijken achter jullie en daar zien we staan La Bolleur. Die naam, hè, La Bolleur. Ja. Betekent dat iets? Nou, het is de naam van een oud bordeel. Het is de naam van een oud bordeel. Wat heeft gestaan op de Woenselse Markt. Ja. En daar zijn wij... Nee, maar die naam, betekent die iets? La Bolleur. Ik heb in Franse woordenboeken gekeken. Nee, het betekent helemaal niks. Maar de oude bordeel-eigenaar, die heette altijd bijna De Bolle. De Bolle. Ah, vandaar. En La Bolleur is zeg maar een beetje de Franse touch... Om dat bordeel een beetje een chique naam te geven. Ja, ja. Was het een chique bordeel of was het gewoon een plat bordeel? Nou, het schijnt in de jaren 70, wat hebben we gehoord... Het bordeel te zijn, zeg maar het tweede bordeel van Nederland. Ja, zijn er mensen hier in de zaal die er wel eens geweest zijn? Kennen we La Bolleur? Ja, Theo natuurlijk, artiest en muzikant. Theo is vaak geweest bij ons. Theo, ja. Theo is onze vaste geluidsman namelijk. Dus bedankt Theo voor al die mooie avonden. Nee, maar ik bedoel toen het nog bordeel was, Theo. Nee, dan zakt die hand onmiddellijk omlaag. Oké, dat is de naam. Het was een bordeel in Eindhoven. Ik heb me heel erg verdiept in jullie en ben compleet in verwarring geraakt. Kunnen jullie je dat voorstellen? Je kon geen rode draad vinden? Nou, om te beginnen. jullie zijn een collectief, maar jullie zijn ook allemaal individueel. Kijk, dat zijn jullie, hè? Ja, dat is een beetje. Die frisse hoofden zoals jullie hier zitten... die vond ik daar totaal niet in terug. Dat... Nee, dit is een foto die bij een 3 voor 12 interview hoort. Dus dan wordt het iets andere sfeer neergezet als in zo'n talkshow. Ja. Oké, La Bolleur. De naam is daar. Wat doen jullie als La Bolleur? Leuke dingen. Kijk, ja. Leuke dingen. Ik kan beter vragen, wat doen jullie niet? Want ze doen van alles volgens mij. Ja, we zijn eigenlijk heel erg goed in onszelf te vermaken, denk ik. Ja, maar dat is... En dat heeft heel veel uitwerkingen. En dat kan zijn een feestje wat we organiseren. Maar ook we hebben een comedy night georganiseerd. We organiseren af en toe een restaurant eigenlijk, of een diner. Zien we daar een voorbeeld van, hè? Dit is een project in Amsterdam. Daar zijn we voor gevraagd om daar een diner te organiseren. Ja. We hebben eigenlijk een gigantische berg gebouwd. Van karton. Van karton? Daarin zitten dus de serveersters verborgen. Wow. Wat is een beetje het idee van die taart? Die, Eigenlijk wel. Ja. Alleen deze berg heeft allemaal luikjes. Waar je dus af en toe gaat het open en dan schuift er een bord naar buiten. En moeten die meisjes daar de hele avond in zitten? Nou, we hadden een karretje wat eigenlijk een gedeelte van de berg is. Die af en toe eruit rijdt. Aha. Die naar de keuken toe rijdt om weer nieuwe... Voor frisse lucht. Oké. De naam Robert Jasper Grootveld. Zegt jullie dat wat? Sorry? Jasper Grootveld. Nee, daar was ik al bang voor. Robert Jasper Grootveld. Eén van die namen, zeg maar wat. Ik ken een Robert. Dat is één persoon. Toen ik jong was, toen ik zo oud was als jullie, woonde ik in Amsterdam. En daar had je, hoe heette die club ook weer? Provo. Provo. Ja. En Robert Jasper Grootveld was een voorman van de Provo. En daar werden happenings georganiseerd. Daar werd gedanst, er is een beeldje namens het Lievertje. Daar kwamen we allemaal samen. Er gebeurde van alles. Je had een anti-rooktempel. Dat deed me dit een beetje aan denken. Mm. Kun je dat voorstellen? Jullie organiseren eigenlijk happenings, klopt dat? Ja, er zit wel, daar heb je wel iets te pakken, ja. Het heeft namelijk al onze projecten, hebben iets tijdelijks. En zijn een actie en hebben met mensen te maken. Dus dat zijn... Drie raakvlakken die gewoon precies overeenkomen met wat hij... Ja, ja. Provo had er ook een soort politieke lading onder. Ja. Hebben jullie dat ook? Dat hebben we eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee, nee. It's just for fun. Als de politiek er een lading in ziet, dan mogen ze hem ontvangen. Maar zo is het niet bedoeld van onze kant. Nee, nee. Dit is een van jullie laatste projecten, hè? Bij de Design Week. Laatste. Ja. Wat is dit? Dit is onze minigolfbaan. Hey. Maar binnen indoor, hè? Ja, ja. Of kan hij ook outdoor? Hij kan, hij is verplaatsbaar. Ja, ja. Elke baan bestaat uit losse onderdelen. Ja, en wat is het bijzondere aan deze?
aan deze golfbanen. Ja? Nou, het is ook weer het idee dat je... We hebben eigenlijk... Zet je een expositie neer. Het zijn gewoon hele mooie objecten. Maar daarnaast kan je publiek dan ook gewoon een balletje slaan. Ja, ja. Oh, je kunt, het is niet alles iets met is... hele gekke dingen die niet kunnen of lukken of... Nee, we hebben echt aan de regels gehouden van minigolf. Dat elke echt, baan moet in een hole-in-one geslagen kunnen worden. En dat kan met elke baan ook. Je kunt ook examen doen op deze baan. je minigolf examen. God, zijn er nog meer? Wat is dit? Oh, dit is ook leuk. Ja, vertel eens. Nou, het is, we werden gevraagd vanuit Design Express, een organisatie die Eindhovense designgroepen vroeg om iets te doen met een caravan. Om mee te rijden naar Milaan en daar gewoon in het wild een expositie op te zetten. Is dit Italië? Nee, dit is Zwitserland. Het is de weg terug en we dachten nog even een mooie foto maken. We hebben 2 dagen moeten wachten dat het stopte met regenen. Ah. Zoals je ziet regent het nog steeds. Dat kan je zien aan de glimmende onderkant. Maar dit was gewoon even om een goede foto te hebben op een mooie locatie. Maar het is een caravan en dan gaat het dak open en dan komt er iets uit. Ja, we hebben eigenlijk... dus iedereen kreeg een caravan. Wij hebben bedacht, oké, we bouwen zelf een caravan. En dat is dit huisje geworden... En elk uur klapte het dak open en schoot er een inflatable uit. Een wat? Een inflatable, een opblaas unit. Dat was voor ons ook een moment waarop we dachten, ja, wie zijn wij? Wij zijn niet een designgroep, individueel zijn we ontwerpers. En ja, hebben ons eigen, we hebben allemaal je eigen site en je eigen dingen. Ja. Maar als laboureur... doen wij happenings waar mensen bij elkaar komen. Dus we dachten, we moeten gewoon iets doen waar mensen vrolijk van worden. Maar ben je dan niet gewoon een evenementenbureau? Slechte vraag. Die organiseren ook feestjes. Als mensen iets leuks willen, bellen zo'n bureau. Ja, maar je kan ons niet bellen van, we hebben een trouwerij. Jullie bedenken het zelf. Je kan ons bellen. Alles kan, zeg maar. Je kan ons bellen, sterker nog, als wij niet toen in 2 jaar geleden in... New York zouden zitten, zouden wij een trouwerij hebben georganiseerd. Maar dat zijn mensen die naar ons toe komen en die iets anders van ons verwachten dan een gewone trouwerij. Ja, precies, het plan was om we hadden een gigantische ketel, zo'n ketel. En daar gingen we soep in maken à la Panoramix van... van Asterix en Obelix. Ja, zodat ze vroegen ons om daar het eten te verzorgen. En we dachten, ja, dat moet dan wel iets beeldends ook worden. En ook een missionaris erin, of niet? Wie weet. Luister. Helder. Dit is... Maar jullie hebben die award gehad voor Hedy Sanders. Ja. Voor de branding. Ja. Geloof ik, of niet? Wat was de precieze titel van... Best geïntegreerde merktechniek. Zeg ik dat goed? Communicatie, ja. Merkcommunicatie. Het is een best geïntegreerde communicatie. Maar wat betekent dat nou weer? Het is eigenlijk een soort van huisstijl. Ja. De grafische huisstijl. En eigen huisstijl? Ja, en hoe je jezelf presenteert als merknaam. Ja. En dat is zo? Ja, dit zijn toevallig de laatste 2 flyers. Links van de minigolf en rechts van het feest. Wat we... in de designweek hebben gegeven. Maar dat betekent, want dit is in feite hoe je jezelf poneert, hè, naar buiten brengt. Ja. Adverteert eigenlijk, reclame. Ja. En dat doen jullie op jullie gezellige manier. 3 wilde jonge honden bij elkaar en je doet maar wat. Nou ja, er wordt over nagedacht. Maar dat betekent dat jullie het winnen van allerlei grote reclamebureaus. Ja, we hadden best wel een goede concurrentie. Ja. Wat is jouw opvatting? Ik wil even een vraag stellen. Kun je iets vertellen hoe dat maken van zo'n branding werkt? En jullie zijn met z'n drieën. Wie doet wat? Is er iemand die het grafische doet? Iemand die het textuele doet? Hoe werkt dat bij jullie? Het grafische werkt dus Stijn en ik meestal samen. Meestal ontstaan dingen gewoon. En Zoe kon er helaas niet bij zijn vandaag, maar we zijn begonnen met z'n drieën, hoewel die groep veel groter is geworden dan die 3 personen die zijn begonnen. Maar en daarin is Zoe weer heeft weer andere specifieke kwaliteiten, zoals
Nou, die kan heel goed een ruimte, een sfeer neerzetten. Weet je wel? Sommige mensen merken dat niet eens, maar omdat ze het niet doorhebben, ze zien die kamer zoals die is. Maar hij zet er even een spotje net even op het goede plekje. En, nou ja, hij weet ook van aanpakken. Dus, dat komt je ook doet wel. Beide het grafische. Wat doe jij dan met name? Of zit je er met z'n tweeën achter een laptop en huppakee, dat ontstaat zomaar? Nou, meestal beginnen we allebei voor onszelf en dan op een gegeven moment komen dingen samen, we mixen dingen en dan komt het vaak wel goed. Ja, dat is. Waar ligt het? Als één flyer, als één sheet terug kan worden gespoeld. Eentje terug? Dit is wel grappig, bijvoorbeeld dat we allebei een andere laag. Je bedoelt de linker, hè? Ja, de linker. Ik had een zwarte laag en Timon had die rode laag gemaakt. En toen dachten we, hey, die gooien we gewoon over elkaar. Lijkt dus een beetje Monty Python dit, hè? Ja, ik hou van Monty Python. Ja, ik ook. Dus het mag er genoeg. Ja, ja, dat is een voorbeeld van hoe jullie dat samen doen. Ja, dus ja. Meestal we beginnen gewoon ieder op ons eigen laptop en zien we bij het schip strand. Wat heeft die award tot nu toe voor jullie opgeleverd? Ja, eigenlijk... ja, zo'n woord. Wat is de spin-off? Je krijgt niet opeens een zaagmachine of zo. Maar de spin-off was direct na die awarduitreiking. Kwamen er heel veel mensen op onze opening, die we op dezelfde avond hadden gepland. En daar zaten mensen bij die goede contacten zijn, die ons naar Milaan willen halen, die ons naar Zuid-Afrika willen halen om daar iets leuks te organiseren. Dus hopelijk is dat de spin-off. Ja, en gaan daar een aantal dingen vandoor. Wat kan Eindhoven het komend jaar van jullie verwachten? Nou, we zijn nog... Ik wil wel gelijk wel een oproep doen. Want we hebben nu een hele mooie locatie. Midden in het centrum hier, om de hoek, Smalle Haven. Hebben we een boerderijtje. Het heet boerderijtje, is nooit een boerderijtje geweest. Maar een oud pandje. Waar we nu kantoor houden. Maar het is voor ons... eigenlijk te klein, want groot genoeg om leuke dingen te organiseren. Maar we hebben ook een hele inboedel, we hebben een werkplaats. En dat vervalt, dat is weer een andere locatie. Maar willen jullie ook huren of kraken jullie alleen maar? Ja, we zijn eigenlijk begonnen met kraken, omdat we eigenlijk gewoon geen financiële middelen hebben om echt een pand te huren. Maar horen jullie gewoon op Strijp S? Strijp S, kost een paar cent, hè, op Strijp S. Ja, wat? Het kost een paar cent op Strijp S. Strijp S is nu al? Strijp S is geen broeiplaats. Nee. Maar de oproep. Jullie willen een... Wat is nou je oproep? Grotere ruimte? Of? Ja, oproep misschien wel aan de gemeente. Ik weet niet of iemand er is, maar... Ja, in de camera. Daar is de camera. Al die wethouders kijken live nu. Ja, wij zoeken gewoon een vaste plek waar wij tegen lage kosten toch ons ding kunnen blijven doen. En... om Eindhoven vorm te geven. Hebben jullie... Jan Post zit hier. Je had subsidie moeten aanvragen. Ja. Ja, maar praat met die man straks. Dat gaan we doen. Goede gaan tip. We doen. Hoe ziet hij eruit? Hoe ziet hij eruit? Waar zit hij ook weer? Ja, hij meldt zich niet natuurlijk. Hij is anoniem. Ah, daar. Ah, okay. Kijk, daar staat hij aan de bar. Hij wil zo met jullie praten. Ja. Oké, heren. Fijn dat jullie waren. Leuk dat jullie waren. Alsnog, nogmaals gefeliciteerd met jullie award. En... heel benieuwd hoe het verder gaat. We zien jullie vast nog wel weer eens langskomen. Gezellig. La bonne heure. Dankjewel. Ja. Ik begrijp dat ik het tweede nummer van Ketelen mag aankondigen. Dit keer is de titel wel bekend. Ja. Restless Girl. Snel doorgegeven. Ja, het gaat over Joni Mitchell. Big blue eyes and a distant stare, and a window through which you stare makes you wanna pack and go somewhere. Find yourself a river, skate away on.
guitar ringing, listen to you singing. I never thought I could be so swept away, so swept away. Caitlin, volgens mij ben jij een van de best bewaarde geheimen van Eindhoven. Ja, want, misschien. Ja, we kregen van een van onze redacteurs een mailtje van... Ja, ik was op een buurtfeestje en daar hoorde ik iemand zingen. Nou, dat was zo geweldig. Dus iedereen zoeken en zo. Maar ja, geen cd's, wel. Natuurlijk YouTube. Ja. Ja? Je staat op YouTube. Ja. Ben je Eindhovense? Ja, ja. Geboren ja. En getogen. Op YouTube, en ik heb je ge-YouTubed, zoals dat heet. Hè. Je googelt mensen tegenwoordig of je YouTubed ze. En daar, ja, prachtig. En daar staan dan commentaren bij in de trant van... hier kan Anouk nog een puntje aan zuigen en zo. Heb je er zelf op gezet? Ja, dat vind ik wel. Nee, nee. Nee. Oh. Kan ook op YouTube. Om te lokken, ja. Nee. Even, jouw vaste maatje is Gerard, ja. Hè? Ja. Want die hebben we nog niet gezien of gehoord. Ja? Jullie werken... Ja. Ja, dan krijgt hij meestal applaus, ja. Zeker weten, want hij maakt de nummers. Hij maakt de nummers. Dit zijn eigen nummers die jullie vandaag doen? Ja, de eerste natuurlijk niet. Hè. De eerste was een cover. Ja. Ja. Maar hoe komt het dat iemand met, wat mij betreft, zo'n prachtige stem... en zo'n mooie voordracht, dat we die niet kennen? Ja, ik heb het eigenlijk vooral als hobby gehouden.
beetje in de rockcafeetjes. En dat blijft meestal klein, hè? Zo in zo'n bruin kroeg. Maar ligt jouw ambitie niet ergens anders? Of heb je niks met ambitie? Ik heb een andere ambitie, zeg maar een eigen bedrijf, maar dit wil ik er graag bij doen. Wat voor bedrijf? Ja, ik heb een eigen praktijkje. Ik ben psycholoog. Ja. Dus is daar iets mee te verdienen? Wachtlijsten tot en met. Dus, ja, maar wat een eigen praktijk. Dus ik kan bij jou. Ja. Oké. Okay. Als je ergens mee zit. Ja. Ja. Maar misschien kun je als zangeres wel veel meer voor de mensen betekenen dan... Is dat niet zo? Want nou, misschien kan ik wel muziek is toch ook, therapie muziek, op tekst zetten. Nee, maar muziek is toch heeland? Of is dat niet zo? Muziek is heeland. Ja, nou ja, in ieder geval voor mij. Als een lekkere uitlaatklep. Ja. Maar als je jezelf zo terugziet op YouTube, denk je dan niet... Godverdomme, dan moet toch wel wat meer... mogelijk zijn. Want je bent met een cd bezig, klopt dat? Ja, wij zijn eigenlijk net inderdaad een beetje beginnend met nummers. Dus even perfectioneren en eens even te kijken wat daarmee kan. We zijn begonnen met eigenlijk voor de lol een beetje op Gerards zolder. Hè? Daar wat nummers in elkaar te zetten. We hebben hier een aantal jonge gastjes gehad. 17, 18, die best een leuk bandje en wonnen wat prijzen en zo. En die stonden hier en ik vroeg ze, wat is jullie ambitie? Nou, volgend jaar op Pinkpop. Ja. Dan mis ik een beetje bij jou. Ja. Nou, wat is dat? Gewoon psychologisch gezien. Het is heerlijk om te doen. Ja, ik vind het wel heel vlijend en leuk om, wie weet. Maar je hoort toch, je krijgt reacties, mensen. Ja. Keigoed, nee, echt, en dan menen ze dan ook. Ja. Wat doet dat met je? Ja, dat is leuk, complimenteus. Ja, natuurlijk, dat raakt wel. Ja. Waar sta je over 5 jaar? Oei. Nou, misschien wel een beetje meer in de rock. Dan zou ik het in, bijvoorbeeld Pinkpop. Ja, maar dan is die cd er en waarschijnlijk al een tweede? Ja, de rockversie misschien. Ja. Ja. Je bent van de rock. Nou, qua optredens doe ik meer rock optredens dan... dit vind ik ook heel leuk, hoor. Want dan kun je echt iets met je stem doen. Ja. Oké. Okay. Ja. En kunnen mensen jou ook nog zien en horen binnenkort ergens? Dat zit nog niet in de planning. Thuis, gewoon op afspraak. Maar dat kost dan wel... dat kost dan gelijk geld. En dan kun je beter... Ja, op YouTube, Maar doe ons van Spam en de mensen hier een plezier en leg misschien de lat wat hoger. Ja, zal ik eens over denken. We zullen je gaan volgen. Nee, we zullen daar... we gaan jou supporten. Nou, ik vind dit al een hele eer om hier te staan. Oké. Okay. Ja, samen. Tot straks, want je komt nog één keer terug. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Even kijken hoor. Weet jij het nog? Als het gaat over de historie van de Eindhovense... Ja, filmpje. Industrie? Dat is film. Film. Kijk, film. Ja. Film. We hebben een technisch probleem. What else is nieuw? Ja, running gag. Ik hoorde wel iets. We kregen een film te zien met alleen geluid. Ja. Op televisie zijn dit altijd van die pijlen. En dan moet je als presentator... Hoe lang blijf je... Rustig kijken. Nou, dan krijg je aanwijzingen als goed is, toch? Maar mijn oortje is kapot. Oh, je oortje is kapot. Gaan we dit... ik wacht even op de regisseur. Krijgen we nu beeld of gaan we over op een ander onderwerp? Is de monteur nog in de zaal? We zouden nu aan tafel krijgen. Kijken of er nog iets te switchen valt. Heeft dat zin? Nee? Dan gaan we aan tafel vragen. Focus Kroon. Focus. Wat is... Oh, die techniek vandaag aan de dag toch. Terwijl jij... Dan ga ik het gewoon maar vertellen. Een prachtige film hebt gemaakt. Over... De historie van de Eindhovense industrie. Over de historie van de Eindhovense industrie. En er zit heel veel techniek bij. Nou, er zit veel archief bij. Dat is het leuke van, die film.
Ik heb de periode gecoverd van 1800, toen is dat hier begonnen, hè, de industrie, tot en met 1950. En ik ben eens begonnen in de archieven te neuzen, wat is er aan filmmateriaal van de industrie in Eindhoven? Ja, maar even mag ik één stapje terug? Wat is, heb jij een fascinatie met historie? Ja, maar ook met film. Maar, en met film. Maar, ja. En die twee dingen samen? Dat kwam nou hier zo uit, maar ik heb ook een heleboel andere filmgenres gedaan. Dus ook algemene documentaires, korte speelfilms. Ja, maar, de laatste tijd is dat nogal... Ben je professioneel filmer? Nee. Amateur? Amateur, ja. Maar dat zegt niks, want wij zijn ook amateurs. Zoals precies, hier zitten. Precies. En sinds de nieuwe technieken en sinds de... Ja, is het voor amateurs toch wel heel goed mogelijk om heel goed materiaal te werken. Goed, je film. Ja. Dus ik kwam hier in het archief van Eindhoven bij het Regionale Historisch Centrum, die me overigens bij dit project enorm goed gesteund heeft, kwam ik een film tegen die uit 1950. Die is gemaakt door de Nederlandse industrie, die toen dat wou promoten, het eigen product, afdeling Eindhoven. En die hebben dus een cameraploeg gestuurd in allerlei branches die hier toen nog waren. Dus toen was alles er nog. Textiel, sigaren, lucifers. Het was er allemaal nog in 1950. Ja, want voordat de lampen er waren, waren de lucifers er. Ja, precies. Dat weten heel veel mensen. Precies, nee. Want mijn film is halverwege als het pas over Philips gaat. Want dat was in 1891. Maar tussen 1800 en 1891, toen zijn dus al die andere branches hier ontstaan. Dus de textiel, de hoge hoeden. Hoge hoeden? Ja, Sporenberg zat hier. Die was wereldberoemd met zijn hoge zijden hoeden. Daar zit ook heel mooi spul van in de film. Ik hoop dat de reparateur het nog voor elkaar... En was dat hoge hoeden echt voor het hele land? Voor de hele wereld. Voor de hele wereld? Zelfs Kennedy heeft nog bij zijn inauguratie had hij zijn hoge hoed van Sporenberg op. Ja. En daar zijn beelden van? Daar zijn beelden van, ja. Wist je dat? Ja, dat wist ik toevallig. Ja, ook de film al gezien ergens of zo. Ja, Oh, je hebt de film gezien. Ja. Lucifers? Ja, we hadden in Nederland dus de grootste luciferfabriek van Nederland. Misschien zelfs wel van Europa, dat weet ik niet. Dat was Molen Lucifers, merk kent iedereen nog. Ja, met een molentje erop. Ja. En dat zat in Eindhoven. Bestaat dat nog? Nee. Nou, nee. Misschien het merk nog wel, maar de activiteiten hier zijn gestopt in de eind 70 jaren. Ja, en hoe groot was dat dan? Nou, die hadden dus bijvoorbeeld, geloof ik, uit mijn hoofd 1200 man aan het werk toen Philips hier begon in 1891. Zo groot was dat. 1200 man. En ook in de textiel. Ook zoiets. Ook zulke aantallen. Ja. Maar dat is de eye-opener van deze film. Voor mij overigens ook, hoor. Als je gaandeweg het project en alles wat je erover leest, kom je daar dus achter. Dat er dus al een heleboel gebeurd was voor Philips hier begon. Terwijl iedereen dus denkt, het is hier begonnen met Philips, maar zo is het dus niet. Nee. Nee, want ik weet niet wat hier in 1600 allemaal gebeurde. Dat weet ik ook niet. Dat maakt niet. Nee. Leerlooierij. Ja, dat soort dingen. Ja. En misschien ook huisnijverij. Maar er zijn geen beelden van, hè? Nee. Toen was de film nog niet uitgevonden. Nee, en het is allemaal bewegend beeld wat je hebt. Ja, ik heb ook wel wat afbeeldingen, maar veruit het merendeel is echt bewegend beeld, ja. Ja, wat heeft jou het meest verrast in je zoektocht? Nou, waar ik dus heel erg verrast was dat ik beelden vond van de... Van een textielbedrijf, die dus dat was een film uit 1935. Toen werden de weefsels, die werden gewassen, maar daarna moesten ze in de zon gebleekt worden. Er werden toen geen bleekmiddelen nog gebruikt. En daar komen inderdaad die bleekstraatnamen vandaan. En dat was gigantisch veel werk, want dan was het dus gedroogd en dan moesten mannen met karretjes, daar heb ik ook beelden van, die moesten in de zon uitgelegd worden. Ik beloof je één ding. Want dit gaat vandaag met de beelden niet lukken. Maar in de volgende spam gaan we laten zien wat de mensen nu niet hebben kunnen zien. Okay. Want het is zoiets als met Ralph Rousseau praten zonder Gamba. Ja. Ja, dan... Ik heb even één vraagje. Meneer Kroon, wat hoopt u met die film te bewerkstelligen? Nou, mijn echte missie is dat ik dus zelf zo verrast was door de inhoud van het materiaal, de kwaliteit van het materiaal en de boodschap die het dus in feite brengt, dat mijn missie is dat zoveel mogelijk Eindhovenaren die film dus te zien krijgen. En er zijn er al heel veel die hem gezien hebben, maar ook nog een heleboel die hem nog niet gezien hebben. En op de website van jullie komt mijn e-mailadres te staan. Dus mensen die dus een groepje vormen. Hè, vorige week bijvoorbeeld werd ik gebeld door iemand van het ingenieursbureau. Die zei, we hebben over een paar dagen 's avonds
een bijeenkomst van ons personeel. En dan zou ik verschrikkelijk graag die film willen laten zien. Maar waarom niet in de Plaza? Nee, dan kom je met de rechten in de problemen. Dat is eigenlijk het probleem. Dus ik heb heel weinig beeldrechten hoeven te betalen. Omdat het alleen in besloten kring en voor educatieve doeleinden is die film gemaakt. Zo gauw ik ga zeggen, hij kan op Omroep Brabant of hij kan in de Plaza Ventura, dan wordt het een heel ander verhaal. Zodra duizenden euro's. Ja, zodra mensen toegang moeten hebben, of het een openbare voorstelling wordt. Ja, dan krijg je heel andere tarieven. En zolang het besloten is... Dan is het redelijk, dan is het beperkt. Ja. Dus hier betalen mensen geen toegang. Dus we zouden dan de deuren dicht kunnen doen. En dan dat ze na de volgende spermet hier gewoon... Ja, we zullen zien wat we kunnen doen. Dat zou kunnen. Maar dat is jammer, hè? Want dan maak je iets heel moois. En ja, die rechten, dat, als je dat moet betalen, dat verdien je nooit meer terug. Dat is niet. Is jammer, want dan die mensen krijgen nou toch geen rechten. En tegelijkertijd betekent dat die beelden allemaal verborgen blijven. Dus waarom zeggen ze niet van, jongens... Ja, maar ik hoop nog meer films te maken. Dus ik moet met dat soort instituten toch heel netjes omgaan. Ja. Dus het is duidelijk, als mensen die film willen zien, kunnen ze contact even, met je opnemen. Even e-mailtje sturen en dan maken we via de e-mail een afspraak. Oké. Ik zag op internet, dat fascineerde mij, omdat dat iets is wat mij vanuit mijn eigen historie bezig had. Dat je een boekje hebt geschreven over de Joden in Eindhoven. In de Tweede Wereldoorlog, jaar geleden, ook weer via de film, kwam ik correspondentie tegen waarvan ik dacht, wie heeft dat eigenlijk ooit uitgezocht? Toen bleek niemand dat uitgezocht te hebben. Er is nooit iets over gepubliceerd wat hier met de Joodse bevolking gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Toen ben ik dat gaan uitzoeken en gaandeweg werd ik daar steeds meer door gefascineerd, wat ik allemaal vond. Want er was hier het archief, regionaal historisch centrum, was erg veel te vinden. En dat heeft geleid tot een boekje. En is dat gewoon te verkrijgen? Dat is ook weer bij mij te verkrijgen, maar in hele kleine aantallen, want het was in feite al lang uitverkocht. Maar heel toevallig, een halfjaartje geleden, kreeg ik een nabestelling uit Israël van ongeveer 25 boekjes. Hmm. En dat is dan zo'n hoeveelheid waardoor je het weer kunt herdrukken. Toen heb ik meteen een aantal extra geherdrukt. En daar ben ik nou blij om, want ik ben betrokken bij een initiatief om struikelstenen, dat zijn kleine herdenkingssteentjes. Stolpersteinen, om die bij de huizen van de Eindhovense Joden neer te leggen. Heb je al contact met de kunstenaar? Nee, maar we moeten eerst zorgen dat we het financieel voor elkaar krijgen, dat het project staat. Weten mensen wat dat is, de struikelstenen? Dat zijn kleine vierkante steentjes met een soort koperen bovenkant. En daar staan de namen ingegrift van een Joods slachtoffer. Op de locatie. En de bedoeling is dat die dus gelegd worden bij het huis waar hij dus het laatst gewoond heeft. Dus het is eigenlijk een verspreid, een decentraal herdenkingsmodel. Is een Duitse kunstenaar? Die heeft al duizenden in Duitsland gelegd. Maar nu beginnen ook Hilversum en Weesp en zo, die zijn bezig. Hier recent in Eindhoven, bij de Grote Beek. En de man die daar toen het initiatief genomen heeft, heeft het voor ook een plan ingediend voor hier en ik heb me daarbij aangesloten, omdat hij mijn hulp nodig had voor de gegevens die er allemaal voor waren. Ja, ik ben daar geweest in de Grote Beek. Maar het ziet er ook moeilijk uit. Dus ik zag net de wethouder die daarover gaat, die wordt daar binnenkort, is die ook hier? Binnenkort over aangesproken door de ambtenaar. En ik zou toch de zaken in haar. Ja, maar je moet niet bij de wethouder zijn, hè? Jan Post. Nee. Onze nieuwe mecenas in Eindhoven. Nee, we hebben ook subsidie bij de gemeente aan. Ja, nee, dat snap ik. Interessant, ik bestel bij deze zo'n boekje. Staat er ook iets in over de rol van de politie in de oorlog? Ja, maar die is heel beperkt. Want in de oorlog heeft de politiebron voltreffer gehad. En toen is het hele archief verdwenen. Wordt gezegd, ik neem het ook aan. Ja. Vandaar dat er dus heel weinig te vinden is. Maar ik heb toch ook het gevoel, ook uit de verhalen die ik van de diverse mensen gehoord heb, dat de politie hier toch allemaal heel, heel rustig is opgericht. Er is hier ook helemaal geen sprake van razzia's en zo. Dus, ja, nee, het kwam ooit in een spam aan de orde, maar daar zullen we het verder nu niet over hebben. Nee. Jammer van die beelden, maar zoals gezegd, onze volgende aflevering, dat is 6 december, dan gaan we hier de beelden bekijken met z'n allen. Prima. Fijn, bedankt voor je aanwezigheid. Okay. Ben je Eindhovenaar trouwens? Nee, ik ben geen Eindhovenaar. Ik woon hier wel in Eindhoven, maar ik ben niet geboren Eindhovenaar. Nee, je roots van Rotterdam, zei je? Daar komt een heel groot deel van mijn familie vandaan. Ik ben zelf geboren net in Breda.
Net in Breda. Ja. Wat bedoel je? Helemaal in Breda of gewoon de onderste helft en de rest lag over de gemeentegrens? Dat eerste. Ja. Oké. Okay. Ik las laatst, of ik hoorde, of ik zag, dan weet ik het niet meer. Je hebt kunst, cultuur en je hebt politiek. En op een of andere manier zijn die dingen natuurlijk altijd met elkaar verweven. Ja. Je hebt een kunstredactie en je hebt een politieke redactie op het ED. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Oh, dat gaat naadloos bij ons. Het gaat heel goed. Op een stadsselectie zitten vaak twee redacteuren die zich met de politiek bezighouden. In dit geval Eindhoven. Hetzelfde geldt overigens ook voor de andere steden, zoals Valkenswaard, Helmond, noem maar op. Maar in Eindhoven zijn er twee redacteuren. Die zijn met name geënt op datgene wat er op politiek gebied gebeurt. En soms zijn er dingen die meer inhoudelijk bekeken moeten worden, zoals hun verhaal dat ik afgelopen donderdag heb gemaakt. Dat maak ik dan. Als het gaat om politiek, culturele, dan pakken we twee vrienden dat op. Ja. Vind je dat de politiek hier in Eindhoven, zegt de gemeenteraad, de politieke partijen, dat die genoeg begrijpen van kunst? Nee. Vertel. Ik zou er een lief ding voor over hebben als mensen die uiteindelijk de besluiten moeten nemen over datgene wat er met het culturele geld gebeurt. En dat zijn toch de leden van de commissie, CQ van de gemeenteraad. Dat die zich wat vaker laten zien bij de culturele uitingen. Dat mag een Van Abbing Museum zijn, maar dat kan ook zo'n activiteit zijn als bijvoorbeeld van een laboreur. En een aantal doet dat heel consequent en heel goed. Maar het merendeel weet nauwelijks waar ze het over hebben. Zie je nooit in een theater of wat dan ook? Zelden. Of alleen als Frans Bauer er komt? Ja, dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Oh. Maar daar staat niks mis met Frans Bauer. Maar, Nee, daar bedoel ik ook helemaal niks, niks rots mee, hoor. Maar het is... Nou, ik merk, want ik woon nog al eens een keer die commissievergaderingen bij, dat een aantal van die mensen gewoon niet weten waar ze het over hebben. Dat is dus eigenlijk zouden politici, gemeenteraadsleden, mensen die van ons geld betaald worden, gewoon één keer in de week naar theater moeten. Minimaal. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nou, waarvan akte. We gaan verder met design. Oh, ja, oké. Twee winnaars. Ja, want door al dat omgegooid zijn we natuurlijk weer uitgelopen. En nou ja, dat is niet jouw probleem, maar wel het mijne. Ik krijg dan verschrikkelijk op mijn kop van mijn redactie. Gelukkig is het geen echte televisie. We zijn live op internet, hè. En we gaan binnenkort live op de Glasvezel. In Eindhoven. Via ons net. Dat wordt echt... Wij worden de grootste Eindhovense omroep. En we, ja, als, ja. Als Jan Post meewerkt. Als Jan Post meewerkt. Nee, daar hebben we waarschijnlijk... Ja, dat eerste stukje. Maar, en dat scheelt 1,6 miljoen, want dat hoeft dan niet naar ETV. Ja, wij doen het voor 4.000 euro. Ik bedoel, om het maar even aan te geven. Twee winnaars van awards in deze editie van de Design Awards. De Flying Grass Carpet... Bart Kardinaal en Brian Postzegels René Put. En Bart komt hem eens spelen. Kom maar, jongen. Pak een stoel bij. Twee microfoons voor drie mensen. Laten we beginnen. Hebben we nu helemaal geen beeld meer? Ai, het wordt steeds ingewikkelder, maar... Ja, daarom is het fijn dat toch jouw bloed er een beetje uitziet als... Heel klein beetje als het Flying Grass Carpet. Het wordt lastig, want we moeten nu zonder beeld hele beeldende dingen gaan bespreken. Jullie hebben je award gehad voor... De publieksprijs. Ja. De publieksprijs. De Audi Design Award. Audi, dat is die auto. Ja. Audi Designer wordt. En zat er ook een auto aan vast? Nee, zijn sleutel. Zei hij jammer. Ja, wat jammerlijk. Geen auto. Nee. Wat dan wel? De eer en een beker. De eer en een beker. Hetzelfde als, denk ik. Als iedereen. Ja. Nou ja, en exposure. Sorry. Ja, net zoals iedereen. Ja. Ja. Nee, dat is ook super. Dus waar, ja, de publieksprijs, in welke categorie zaten jullie? Openbare ruimte, volgens mij. Zoiets zaten wij daarin. Ja? Ja. En nou, vertel de mensen, beschrijf ze beeldend. Wat, ja, laten wat... we dan... dan begin ik gewoon bij het begin, want dat is natuurlijk... anders dan wordt het een heel lastig verhaal.
We hebben dit met z'n drieën gedaan. Dus ik, Nadine en Eddy, een vriend van ons. En wij zaten eigenlijk toen, 2 jaar geleden precies, zaten we op ons kantoor in Rotterdam. En toen zeiden we van ja, wij waren net ons eigen bureau begonnen en we wilden een project starten. Dat we zelf konden starten. En dat de openbare ruimte als werkterrein had. En toen kwamen we al brainstormend over op dat we een reizend park wilden maken. Een park dat een openbare ruimte zou zijn voor de hele wereld. Dus dat en dan 3 weken of een maand in Rotterdam zou liggen. Daarna zou het naar Singapore gaan in onze droom. En daarna zou het naar New York gaan. En we hadden ook een Photoshop gemaakt onder de Eiffeltoren. Dus dat hadden wij als droom. En dan zeiden we, ja, dat lijkt ons heel mooi om zo mensen over de hele wereld met elkaar te verbinden. Ah, we hebben een hele kleine afbeelding, zie ik. Toen... Ik zou zeggen, Matthijs, dan kunnen ze hem doorgeven. Ja, gewoon dat is ouderwets. Zo ging het voordat we beamers hadden. Geeft u hem even door. Ja. Wat we wilden is dat het ook echt exact hetzelfde park zou zijn dat zou rondreizen. Dus dat we een openbare ruimte zouden creëren die letterlijk fysiek gedeeld werd op de verschillende steden. Dus iemand die dan in Rotterdam op die openbare ruimte had gezeten, die zou dan op dezelfde of gebruik maken van exact dezelfde openbare ruimte. Ja, ja, dus het is alsof je een haringkar over de hele wereld neerzet met haring. Dus we hebben dat bedacht en dachten, ja, welk materiaal gaan we dan gebruiken? Ja, planten vielen vrij snel af, want ja, die gaan toch dood. Bomen zijn zwaar. Ja, dat is te lastig. En zo zijn we op kunstgras uitgekomen. En wat hebben we toen gemaakt? Is eigenlijk ik ga hem even pakken. toen hebben we een heel groot kunstgras tapijt gemaakt. Een tapijt dat gemaakt is van kunstgras. En dat is van bijna 1000 vierkante meter. En toen hebben we een lening genomen. Een financiële lening. Ja, dat was... Van? Ja. Nou, van nee. van hoeveel? Van alle drie, elk een jaar salaris. Want het bleek ongelooflijk duur te zijn. Ja, we hadden het plan bedacht. En, nou, als het jaar salaris van Zalm is, dan... Ja, dan... Ja, nee, ja, van ons. Dus van ons, ja. Okay. We hadden het plan bedacht en ingestuurd. En binnen 2 weken kregen we een brief. Geweldig, jullie zijn welkom. Ingestuurd naar waar? Naar Duitsland, Aken, de Temporary Garden Festival. En, het tijdelijke tuinfestival. Ja, en dat paste heel goed erbij. En toen dacht ik, nou, gaan we doen. En toen kwamen, maar ondertussen waren we dus achtergekomen van hoe duur het is. Ja, want het is dus ook, wij kennen kunstgras in het groen of het rood, geloof ik. Hè? Ja, ja, die zijn... En, ja. Ik hoop dat we hem nog te zien krijgen eigenlijk. Nou, er is technisch het een en ander aan de hand. Ik zie ook wel plaatjes. Nou, ja, dit is de, ja, die hebben we al gezien. Toen ging het nog goed. Dit is Focas. Ja, dat is een e-mailadres voor de mensen. Dit is Caitlin. Ach, die hebben we ook al gehad. Ja. Hey, godverdorie. Lang leven. Dat is toch makkelijker. Nee, wij kwamen erachter dat het kunstgras ook echt in verschillende kleuren, verschillende texturen, langhaar, korthaar, je schijnt in allerlei soorten te hebben. Waar komt het vandaan? China en België. En wat uit Nederland. China en België. Ja, dat ik dat zelf niet bedacht. Dit is een plaatje van hoe jullie het maken, geloof ik. Hè? Hij is gemaakt in de haven in Rotterdam. En in de oude... loods waar vroeger onderzeeërs werden gemaakt. En dat was de enige plek bij ons in de buurt die groot genoeg was. Want het is zo'n groot ding. Ja. En eigenlijk, ja, je paste die ook niet in 1 keer hoor. Dat, je moest het ook nog moeilijk doen. Maar het is dus hoeveel? 10 bij 100 of zo? Nee, het is 25 bij 36. 25, hoe moet dat vervoerd worden? Met een vrachtwagen of een zeecontainer. Ja, ja, maar en dat dan, gaat dan in rollen. En dan de vrachtwagen of... die er is. Ja. En dan moet in rollen. Ja. En, is de techniek nu weer ter zien? We maken wat mee in Eindhoven. Ja. Het is maar goed dat we designstad zijn geworden en geen techniek maar meer. Het tapijt is nu op zee, op de Atlantische Oceaan. Hij zit in een zeecontainer op dit moment. Oh ja, niet om daar op zee neer te leggen? Nee, hij is onderweg. En waar gaat hij naartoe? Ja. Terug naar Rotterdam. Hij is net in Tenerife geweest. In Tenerife. Ja. En dan gaat hij naar? Nou, nu is het even winterstop. Want ja, met het visueel zit het maar dan oké. Okay. Zo'n tapijt, dat leg je ergens op een plein of op een... En dan? Wat gebeurt er dan?
dan gaan mensen hem dus gebruiken. En wij hebben een aantal attributen, dus speelattributen, dus mensen gaan echt spelen. Het leuke was in Tenerife. Bijvoorbeeld? Nou, in Tenerife bijvoorbeeld lag het op een helling. En we hebben grote rollen. En daar kruipen dan kinderen in en die rollen dan op het tapijt naar beneden. En stort in een zee of in een ravijn. Ja. Leuk. En we organiseren ook altijd activiteiten op het tapijt. Dus met de opening in Rotterdam hadden we een picknick georganiseerd. En de meiden van Bliss hadden hele mooie jurken. Dat zijn meteen ook picknickkleden. Dus dan konden mensen op hun jurk zitten, kregen ze een glaasje champagne met een aardbei erin. En op dat moment hadden we een helikopter, die hing dan boven het Schouwburgplein. En we lieten 90.000 bloemen naar beneden vallen. Dus iedereen zat op ons tapijt. Het is, waar het met design naartoe gaat. Het zijn allemaal evenementen, ludieke dingen, hartstikke leuk. Ik zag een plaatje, want ik heb die plaatjes natuurlijk wel gezien van al die dingen die je op, op dat tapijt kunt doen. Seks zag ik niet. Nee, nou, nee, maar dat... Maar waarom niet? Er is wel iemand een keertje in slaap gevallen. Ja, maar is ja, eentje. In slaap gevallen. Maar dat is toch iets waar het ook toe uitnodigt? Ja, lijkt me prima. Ja? Wij hebben geen mening over wat erop gebeurt. Wij nee, maar misschien vanwege de vlekken? Of gaat dat er makkelijk plakt, uit? Niks blijft plakken. Oh. Zelfs kauwgom niet, dus het is heel okay. Wonderlijk spul. Goed, nou ook wat dit betreft denk ik dat we in de volgende spam de plaatjes gaan bekijken. Ja? Maar ik wilde even doorschuiven naar je buurman, jullie buurman. Want dat is weer een heel ander verhaal. Waar heb jij je award voor gehad? Ik heb mijn award gehad voor een serie postzegels die ik ontworpen heb. Ja, maar... En dat is voor binnen de categorie grafisch ontwerpen. Grafisch ontwerp, maar niet zomaar postzegels. Nou, het was een prachtige opdracht, dat is inderdaad waar. Het was een postzegel die bedoeld is voor blinden en ziende mensen. De opdracht was van TNT Post, die mij vroegen om eigenlijk om die twee werelden bij elkaar te brengen. Dus hoe voelen ze bij jou? Ja, dat kan ik niet heel goed beantwoorden. Ik werd gebeld en gevraagd of ik deze ze hadden je werk aannemen. Opgemerkt en dachten dat ja, zo. Ja, waarschijnlijk, ja. Ja. Postzegels die zowel voor blinden als voor zienden te gebruiken zijn. Ja. Ja. En dan krijg je zo'n opdracht en wat gebeurt er dan in zo'n hoofd? Nou, de postzegel is in principe gemaakt naar aanleiding van het Louis Braillejaar. Louis Braille is 200 jaar geleden geboren en dat is de uitvinder van het Braille-schrift. En dat wilden ze in principe gewoon graag onder de aandacht brengen. En dat als startpunt genomen was het natuurlijk het idee om die twee werelden dan bij elkaar te brengen. En het is natuurlijk voor een ontwerper een hele fijne techniek om toe te passen in een postzegel. Want dan heb je het natuurlijk over die puntjes die gewoon als een soort van diepdruk in het papier gedrukt worden, geperst worden. En dat is natuurlijk heel fijn om eens te kijken of die techniek ook op een postzegel te gebruiken is. En wat je dan vervolgens vanuit die techniek kan gaan ontwerpen. Maar het zit al een beetje in geld, geloof ik, hè? Ja, op zich wordt braille natuurlijk wel vaak toegepast. Je ziet het ook wel in de publieke ruimte op allerlei objecten dat er zeg maar braille of op medicijndoosjes is het ook altijd op aanwezig. Wat is het bijzondere hieraan? Nou, ik heb hier een voorbeeldje voor als mensen straks belangstelling... Nee, maar in dit geval gaat het ook om blinden, dus die zien dat toch allemaal. Nou, wat ik uiteindelijk heb gedaan is, ik heb gesproken met een blinde vrouw en dat was heel erg interessant. En die vertelde me dat ze zelf ook braille kon maken. Dus die hebben een apparaatje. Het apparaatje heet een reglette. En die reglette, wat ik al zeg, dat stelt blinden in staat om zelf braille te gaan schrijven. Dus dat heb ik van haar ontvangen. En toen heb ik gekeken van hoeveel letters, zeg maar, hoeveel braille letters kan ik op een postzegeltje, dus een klein formaat, hoeveel kan ik erop kwijt? Er bleek uiteindelijk gewoon 3 woorden te zijn van 5 letters. Dus toen dacht ik van dan moet ik me daartoe beperken, want dat is in ieder geval belangrijk. Anders kunnen blinde mensen die postzegel niet meer lezen. Dus vervolgens heb ik een soort woordcombinaties gemaakt van 3 woorden met 5 letters. En dat zijn woorden die zowel voor blinde mensen als voor ziende mensen interessant zijn. Dus bijvoorbeeld geluk of brief. Dus eigenlijk waar gewoon het zien niet zo van belang bij is. En toen dacht ik van dat is een mooi uitgangspunt. Maar om het nog een beetje sterker te maken heb ik eigenlijk een aantal letters weggelaten voor de ziende mensen. Zodat je eigenlijk een soort abstracte letterwoorden krijgt. Die je dan zelf weer moet gaan uitzoeken van welke woorden staan er nu uiteindelijk. Dus ik heb in principe de braille als alfabet uitgelegd aan de zijkant van het velletje met postzegels. Zodat mensen zelf kunnen gaan ontdekken, de missende letter, dat kan wel eens een A zijn of een U zijn of een O zijn. Waardoor je de woorden zeg maar compleet kan maken. En dat was natuurlijk een heel mooi spel. Maar toen ik bezig was met het onderzoek van hoe braille zeg maar, door blinde mensen geschreven wordt. Toen ontdekte ik dat braille mensen spiegelbeeldig moeten leren denken om braille te kunnen schrijven. Want je drukt die puntjes van achter in het papier.
En toen dacht ik van, nou weet je wat, misschien kan ik ook wel de achterkant van een postzegel gaan bedrukken met de missende letters in spiegelbeeld. En dat heb ik dus allemaal voorgesteld bij TNT, van is het mogelijk? Nou, dat moet dus allemaal onderzoek gedaan worden, van kunnen we op normaal staat er nooit wat op de achterkant. Nee, dus nu staat er op de achterkant staan in principe de ontbrekende letters voor mensen die het brailleschrift niet kunnen ontcijferen. En dat was een vrij unieke procedé, omdat eigenlijk nu in deze postzegel heel veel druktechnieken verzameld zijn. En eigenlijk dingetjes ontdekt zijn die daarvoor eigenlijk nog niet echt mogelijk waren. Dus dat is wel heel fijn. Nou is dit alweer niet meer te krijgen, hè? Nee, dat is niet meer te krijgen. Dat is gewoon een soort eenmalige oplage. Ja. En waarom is dat? Want als dat zo belangrijk is voor blinden en slechtzienden dan... Ja, nou het is wel mooi, want op zich, nou ja, het is natuurlijk wel jammer voor, het is natuurlijk een collectors item. De TNT Post die maakt voornamelijk nog postzegels omdat er een grote collectie, ja, een grote hoeveelheid mensen zijn die postzegels verzamelen. Dat is een interessante markt en daar worden postzegels. Het is niet gewoon op het postkantoor te koop geweest? Jawel, tot en met een maand of twee geleden zeker. Ja, ja. Ja. En waarschijnlijk misschien hier en daar ook nog wel. Ze worden alleen niet meer geleverd aan het postkantoor op dit moment. Oké. Okay. Wat heeft jouw prijs betekend? Nou, het is vooral mooi dat je natuurlijk een ontwerp maakt wat gewoon door twee juries eigenlijk beoordeeld wordt als een goed ontwerp. En dat is natuurlijk gewoon, vind ik wel een bijzondere ervaring. Ja. Maar het is niet zo de eerste prijs die je won? Nee, ik heb wel eens eerder prijzen, gewoon ADCN-prijzen en theateraffiche-prijzen en best verzorgde boeken. Maar de Dutch Design Week is natuurlijk... Dit was wel een... Ongeveer de top prijs, die je kunt bereiken, toch? Ja, zeker. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Hartstikke mooi. Nou, misschien dat, om dit nou door te geven. Nou, voor mensen die het willen zien, kunnen gewoon even. Die kunnen gewoon straks even naar de tafel komen. Even voelen, even zien. Nee, want ik weet dat Vincent Bijlo bijvoorbeeld, die computert ook, hè, in braille. Ja, dat is wel grappig, want als je met zo'n research. Uiteindelijk heb ik nu ook iemand ontdekt die een braille printmachine heeft ontwikkeld. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dan kan je eigenlijk nog weer hele andere postzegels gaan ontwerpen. Ja. Maar of in ieder geval, dat is wel heel bijzonder om te kijken. Om te zien dat natuurlijk een hele levendige ontwikkelingen ook gaande zijn binnen die technieken. Goed. Ik vind het ook jouw postzegels zo volgende maand. God, dan kregen we een leuke aflevering. Ik wens jullie allen, ik bedank jullie voor jullie komst en veel succes verder. Ja, dankjewel. Ik word veronderstel nu Caitlin aan te kondigen, maar ik zie nog helemaal niemand. Ja, wel. Oké. Okay. Voor de derde en laatste keer, Caitlin, ja. Met Sunlight. Sometimes I feel kind.
remember, and the pain you cause the ones you love. I'd always been the free kind. I ain't no puppet on no one's strings. But when I stare in the window, feels like the price has got to be paid. Dankjewel. Caitlin. Dankjewel en we gaan meer van je horen, dat weet ik zeker. Rob, het zit er alweer ongeveer op. Dat wat zo langzamerhand de langste talkshow van Nederland aan het worden is. Heel even nog, terugkomend op dit. Die kop, hè? Verzin jij die zelf of heb je daar koppenmakers voor? Die koppenmakers die bestaan al niet meer sinds 1890. Zo ongeveer. Nee, dat, die bedenk je zelf. Ja, dat is benoemd cultuurpaus. Ik zat te kijken. Hè. Ik dacht, ja, is dat nou nog steeds de invloed van het katholicisme? Waarom geen cultuurrabijn of een cultuurimam? Een intendant, ik noem hem ook. Een intendant. Ja. Want dat woord paus. Als we jou hè, nu als schaduwintendant, ja? Want we hebben er nog geen. En jij zult natuurlijk vanuit jouw positie die rol enigszins blijven vullen in de zin van prikkelen, voorzetten. Wat zijn de twee belangrijke items voor de komende tijd die wat jou betreft veel meer aandacht moeten hebben op dit gebied? Ik zou sowieso de cultuurcommissie, sorry Jan, ik zou sowieso die commissie die cultuur totaal doet, zou ik dus afschaffen. Ik zou dus echt een intendant benoemen. Dan zou ik als gemeenteraad een cultuurbeleid vaststellen. Dat wil zeggen dat je een visie vaststelt. Die dateert ook uit 1890 zo ongeveer. Dus het wordt echt tijd dat een hele goede cultuurvisie wordt gemaakt. Waarin design een hele belangrijke plaats inneemt. Maar die hebben ze toch pas gemaakt? Nee. Oh. Ik heb het over een visie. Dus dat je weet welke kant je als stad... Een visie, niet een stuk, maar een visie. Precies. Okay. Dus dat je weet welke kant je op bent en waar je vervolgens dus je intendant mee op pad kan sturen. Want dit is ons verhaal, dit zijn de criteria, hier heb je zak met geld, doe je best.
En over 6 jaar zien we elkaar weer. Oké, we zullen dit meenemen ook in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen. Want dit moeten dus politieke partijen gaan uitdragen. Dank voor je komst. Ik vond het een eer om jou als sidekick te hebben. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk, ja hoor. Goed zo. Maar er is nog één vraag aan Jan Post, hè? Stel jij die of stel ik die? Die mag jij stellen. Oké, dan ga ik nu naartoe. Jan, die weet helemaal van niks. Die schrikt zich nu dat blubber. Ik ook niet, maar ik vind het leuk. Vol verrassingen, journalist. Volgende week vrijdag. Dan komt er een soort van verhaal naar buiten. Hoe de centen in de gemeente Eindhoven worden verdeeld op het gebied van kunst en cultuur. Er heeft een commissie die heeft zich daarover gebogen. En Jan Post, die meneer die naast me staat, die is voorzitter van die commissie. De camera's zijn uit. Die camera werkt helemaal niet. Dit is off the record. Precies, dat bedoel ik maar. Je kunt een tipje van de sluier oplichten. De techniek deukt toch niet vandaag. Dus. Nee, ik heb absolute geheimhouding. En ze hoort het ook. Is er iets wat niet doorgaat? Geen idee. Geen idee. En dat idee van die intendant, vind je dat een goed plan? Nou, kijk, het was Rob Schone die nog geen 3 weken geleden mij bombardeerde tot cultuurpaus. Dus ik moest even wennen dat ik van diezelfde Rob las. We hebben een andere cultuurpaus nodig, een intendant. Maar ik vind dat je als journalist moet je dat gewoon, ja, je moet gewoon dingen kunnen zeggen. Ik heb wel met grote interesse het interview gelezen. Ik dacht eergisteren in het NRC van Teu Boermans. Hij was de man die zijn afgewezen case naar de rechter bracht. De rechter stemde hen in het gelijk, maar hij riep uit in zijn interview: in godsnaam, laat de cultuurraad wel blijven bestaan. Het moeten absoluut kritische collega's zijn die blijven beoordelen over andere collega's. In de wetenschap zie je hetzelfde. Ik was het niet met je eens toen je zei van, kijk, ja, Nederland is zo klein. Je kent elkaar zo goed, je hebt altijd wel belangen. Nou, ik denk dat het niet zo is. Ik denk ook onze cultuurraad, het zijn allemaal mensen van buiten, maar ze zouden ook uit Brabant kunnen komen. Alleen, ze moeten geen enkele relatie hebben natuurlijk, bestuurlijk, nog inhoudelijk, met een van de instellingen die subsidie aanvraagt. Dus ik denk dat, wat mij betreft, maar het is een zaak voor het college uiteraard, ga door met cultuurraden, maar zorg dat er dus absoluut goede specialisten in zitten, zonder enige binding met inhoudelijk met de instellingen. Oké, die cultuurraad die moet over een paar jaar gaan beslissen over niet 34 miljoen, maar over minimaal 50 miljoen euro. Dat is mijn mening, ja. Ik vind, nou, even wachten. Ik denk dat de cultuur in Eindhoven, het is een geweldig gebied, heel creatief. Design vind ik indrukwekkend, met andere vormen ook. Dan vind ik 34 miljoen appels vergeleken met andere steden is absoluut te laag. Er moet minstens 50 zijn, zo niet 60. Maar het bedrijfsleven moet ook uiteraard meebetalen. Want ik denk ook het bedrijfsleven, heel veel mannen en vrouwen van alle leeftijden, ook van alle opleidingen die zeg maar goed werken in het bedrijfsleven, die moeten zich ook kunnen laven aan goede cultuur. Dus het is ook een bedrijfsbelang dat mensen gewoon goed gemotiveerd hard werken. Dus punt ook, is duidelijk. Mag ik even dus ook kunnen profiteren van. Ja, nou maak ik even gebruik van Rob. Ja, nee, maar de ja. Oh, wacht. We hebben nog uitzending. Zijn we nog live in beeld? Kijk, we zijn heel even. We zijn inmiddels, en daar mag Eindhoven heel trots op zijn. We zijn, geloof ik, de 6e stad van Nederland, maar de 2e economie sinds een jaar of 3 van Nederland. We zijn nog de 5e stad, maar. De 5e stad, maar wel de 2e economie. En ik herinner mij in de jaren 80 zag ik in Duitsland gedurende 10 jaar tijd zag ik het zwaartepunt van de economie. Zag ik van Hamburg-Bremen doorzakken naar Stuttgart-München. En ik denk dat het ogenblik hetzelfde zich voltrekt in dit deel van Europa. Er is een enorme belangrijke ontwikkeling in Eindhoven, ook meer richting Aken en Leuven. Dus tegen die achtergrond zeg ik van 34 miljoen inclusief van ABBA en met andere zaken, absoluut te laag. Minstens naar 50. Wie moet ervoor zorgen dat die centen er komen? Je zegt het bedrijfsleven. Wie neemt die taak op zich? Is dat de cultuurraad of is dat BMW of de gemeenteraad die dat moet gaan doen? Ik denk dat iedereen die Eindhoven serieus neemt en ook belangstelling heeft voor kunst en cultuur, die moet daar, punt 1, die moet het er eigenlijk mee eens zijn, vind ik. Maar goed, daar moet je een debat over kunnen voeren. En ik vind dat de politieke partijen, kijk, die staan nu helemaal, vind ik, die staan vooraan. Dus ik zal ook in de raad, zal ik volgende week, als ik daar de kans voor krijg, en als we het rapport moeten toelichten ook, dan zal ik de raad ook van SP tot en met VVD, tot en met alle partijen. Dames en heren, neem cultuur nog serieuzer. En probeer gewoon toch nog meer gelden te allokeren richting cultuur. En ik durf het ook te zeggen, want kijk, cultuur totaal, welzijn, andere onderdelen, onderwijs, noem maar op, die hebben ook allemaal geld nodig. Dus we moeten daar met z'n allen om de tafel zitten.
Maar ik denk dat we kunnen concluderen dat er meer geld moet naar cultuur totaal. En dat betekent uiteindelijk ook in de wijken, in de economie, bij de mensen, moet je die voordelen terug kunnen zien. Kijk, en als we daarvan de politiek kunnen overtuigen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we, laat ik zeggen, in 5-6 jaar tijd, en geen 15 jaar tijd, kunnen groeien van 34 naar 50. Oké, dankjewel. En ja, dit is een mooie opzet naar de volgende spam, 6 december, want dan beginnen we met de gemeenteraadsverkiezingen. En daar zal dit, wat ons betreft, een belangrijk item in zijn. Enig idee of spam er volgend jaar nog is, Jan? Ja, geen idee. Nou ja, we zullen het merken. Wij worden ook vrijdag gebeld, want wij hebben natuurlijk ook een subsidieverzoek ingediend. Want zonder subsidie gaat de stekker eruit, zo simpel is het. 6 december zijn we er weer met onze eerste opstart voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus we gaan van december tot en met februari daar veel aandacht aan besteden, met waarschijnlijk eind februari, de zondag voor de gemeenteraadsverkiezingen, een groot plenair debat hier met alle lijsttrekkers, inclusief Trots op Nederland. Als ze mee, doen die mee hier? We weten het nog niet, hè? We weten het nog niet. Verder hebben we de nieuwe directeur van de Plaza, Ted Chiaradia. We hebben de Wild West coniferen, dat is muziek. En we hebben de Ontdekfabriek en verder nog heel veel interessante gasten. Bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie geduld. Ik wilde een extra applaus voor de Spamband. Want dat zijn jongens, dat zijn muzikanten, artiesten. Die liggen 's ochtends om 4:30 in hun bed na een gig. En staan hier om 10:00 weer op zondagochtend. Het is geen doen. Matthijs, take it away. Dames en heren, de techniek was in handen van Theo vandaag. Op basgitaar Mathieu Kleine. Op drums John Mazakkers. Graag tot de 6e.